Ze hoopte op een paar vlechten voor het goede doel. Wow, 2 stuk zelfs. Maar nog steeds komen er staartjes en vlechten binnen. De verwachte opbrengst is dus een stuk groter. Hoeveel prijken kunnen hiervan gemaakt worden, denk je? Er liggen ongeveer 120 staarten. Dus snel gerekend zijn dat er dan een stuk of 36. Het haar gaat naar Stichting Haarwensen die pruiken maakt voor zieke kinderen. Anderhalf jaar geleden werd er een agressieve vorm van borstkanker geconstateerd bij Marjolein. Toen ze zelf ziek werd, besloot ze haar eigen haar te doneren. Ik vond het een heel eng idee om te wachten tot het zelf uit zou vallen. Dus ik heb ze eerst nog een keer afgeknipt tot een bob. Mijn haar aan Stichting Haarwensen geschonken. En zo is het eigenlijk aan het rollen gegaan. En het inzamelen van staarten werd een missie. Ze begon kapsalons te bellen om het langere haar niet weg te gooien. En ook uit haar omgeving werden vlechten geschonken. Het heeft me echt wel geholpen. En bij elke staart die binnenkwam, het voelde bijna als Sinterklaas van, oh jee, weer een staart. Gewoon zo gaaf om ze te mogen ontvangen en uit te pakken. En de briefjes die erbij zitten. En ja, echt heel gaaf. Marjolein is nu kankervrij, maar haar missie eindigt hier niet. Het aantal vlechten mag nog steeds groeien en ze heeft er zelf nog nooit in afgeknipt. Nou kan Omroep Brabant natuurlijk niet achterblijven. En daarom op naar de kapper met een vrijwilligster, stagiair Christel. Ik ben er klaar voor, ja hoor. Het komt vanzelf weer aan. Komt goed. Komt helemaal goed. Wat je allemaal doet voor een goed punt voor je stage? Ja, inderdaad. Ik hoop wel dat ik een punt extra krijg nu. Ik vind het bijna spannender dan jij nog. Ongeveer hier zo? Ja. Alle vlechten zijn nog welkom. Op onze website staat hoe ze bij Marjolein kunnen komen. En anders knip ze die staart ook heel graag zelf af. Daar is hij. Oh, het zit nou wel leuk. Ik zeg niks meer aan doen. Nou, bedankt. Daar is hem. Nee, jij bedankt. Mijn eerste staart opgeknipt. Jee. Ja. En het was leuk.